Meneer Max Huisden, hij is milieuwetenschapper en ik denk dat u ook heeft kunnen merken dat we mistige, wat mistigheid hebben in ons heelal. En met meneer Huisden willen we een beetje daarover praten. Meneer Huisden, goedemorgen en welkom in Mandintaki. Goedemorgen. Suriname wordt geconfronteerd of is geconfronteerd geworden met een zandwolk boven, in de lucht. Is dat, hoe kunnen we dat verklaren? Laten we zo eerst zo beginnen. Ja, goedemorgen en ook aan de luisteraars en kijkers. In principe is dit niet nieuw. Het is iets dat op jaarbasis plaatsvindt, globally, dus internationaal. En de bron daarvan is eigenlijk de Sahara-woestijn. De Sahara is een enorme woestijn. Het beslaat ongeveer 1/3 van het oppervlak van het continent Afrika. En afhankelijk van de luchtstroming krijgen wij dus een behoorlijke lading over het Amazonegebied, het Caribisch gebied en dergelijke per jaar. En ik praat in termen van 27,7 tot 28 miljoen ton aan stof, oftewel fijn zand, dat vanuit de Sahara dan overwaait. U zegt het is niks nieuws. Is het iets? Moeten we paniekerig hiervan worden als we dit zo meemaken? Want u zult me corrigeren als ik het verkeerd heb. Dit is de eerste keer waarmee we hiermee geconfronteerd worden geraakt. Nee, het is niet de eerste keer. Het gebeurt regelmatig, maar het is niet altijd even prominent. Dus niet altijd merk je het even duidelijk. Het hangt van een aantal factoren af. Je kan het ook zien binnen het kader van climate change, omdat eigenlijk onderzoek heeft uitgewezen dat een bij uitstek droge jaren het jaar daarop dan voor een extreme zandstorm zorg dragen. En natte jaren hebben gebleken dat het jaar daarop dat dan minder is. Okay. Dus binnen de context van climate change zullen we dit min of meer gaan zien in de toekomst. Dus we hoeven niet paniekerig te worden hiervan? Nou, paniekerig zeker niet, maar we moeten ons wel voorbereiden op de mogelijke neveneffecten van dit fenomeen. Wat kan een mogelijk effect zijn? Oké, als je praat over de effecten van deze zandstormen, dan heb je eigenlijk zowel positieve als negatieve effecten. Ja. Positieve effecten bijvoorbeeld zijn de vruchtbaarheid die ze met zich meedragen. Eigenlijk de hele wereld wordt gevoed vanuit de Sahara, met name een aantal mineralen, maar met name fosfaat. En fosfaat is nodig voor een plantengroei met name. Het hele Amazonegebied krijgt dus jaarlijks een dosis van meststof vanuit de Sahara. Dus dat is een positieve aangelegenheid. Want de plantengroei met name in de Amazone is belangrijk. En natuurlijk overal op aarde. Negatieve effecten kunnen te maken hebben met gezondheidsissues. Waarbij mensen die voornamelijk gevoelig zijn tegen een overmaat van stof, dat die dus een ademhalingsproblemen kunnen krijgen, allergieën en dergelijke. Ja. Bestaat er een mogelijkheid dat we ons kunnen of moeten voorbereiden om het ergste te voorkomen? Wat zouden we concreet moeten doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele extreme vorm van zoveel stofdeeltjes? Ja, dus sowieso in perioden waarbij dit fenomeen zich voordoet, dus het zal niet altijd zo zijn, maar in die perioden kunnen we dus makkelijk tracen. Ja. Ze worden tegenwoordig ook getraced via satellietbeelden en dergelijke. Dus het is eigenlijk een soort van stofhighway die eigenlijk afhankelijk van de windstromingen deze kant op komt. Maar als voorzorgsmaatregel kunnen we dus treffen om onze bevolking die gevoelig is voor overmaat aan stof. Ik denk aan astma-patiënten, ik denk aan mensen met ademhalingsproblemen. In deze tijd van COVID is het natuurlijk actueel, want een van de symptomen van COVID is natuurlijk ook ademhalingsproblemen. Dat de mensen dus zo min mogelijk buiten zijn, dus de mensen die onderliggende factoren hebben, zo min mogelijk buiten zijn, zoveel mogelijk inderdaad die mondkap gebruiken, de impopulaire mondkap,
Maar je ziet het heeft op verschillende fronten toch voordelen. Het beschermt niet alleen tegen COVID-19, maar in dit geval ook tegen overmatig stof. Ja. En ja, dus de medicatie van bijvoorbeeld astmapatiënten zeker bij de hand hebben, mocht er een aanval optreden, dat albuterol of een middel dat zo'n persoon op een reguliere basis bij de hand heeft, dat inderdaad dus binnen handbereik is. Oké. Okay. Nee, u heeft aangegeven dat het een beetje aangetij zo'n beetje ligt en de manier van de wind stroken. Maar de vraag wat ik wil stellen concreet is, kunnen we nog meer van zulke zaken verwachten in een zeg maar extremere vorm? Is dat uitgesloten? Nee, het is niet uitgesloten. Het is, zoals ik al zei, het is iets dat jaarlijks optreedt. Het is niet altijd even prominent, dus niet altijd even duidelijk en altijd even in erge vorm. Maar het zit in de orde van, kijk, vanuit de Sahara gaat er ongeveer 182 miljoen ton aan zand de atmosfeer in op jaarbasis. En afhankelijk van de luchtstroming zal het dus zich dus distribueren op aarde. Ja. Het komt neer op aarde met de precipitatie. Dus als het regent bijvoorbeeld, dan gaan die stofdeeltjes in oplossing en dan komt het neer op aarde. Het zorgt dan voor vruchtbaarheid van de bodem door middel van fosfaat, zoals ik al zei. Maar het is niet iets dat alarmerend is. Het is iets waar we wel op voorbereid moeten zijn. Maar niet dat het zorgwekkend is op dit moment. Oké. We weten dat u bezig bent met een x-aantal zaken. Ik dacht dat u ook een van de eerste wetenschappers bent geweest in Suriname die aandacht heeft gevraagd voor de COVID-situatie en dat we er serieus mee om moeten gaan. En nu hebben we, er is aan een vaccinatiecampagne op touw gezet. We hebben gisteren de eerste mensen gehad die zo'n beetje gevaccineerd zijn geworden. Zo op de right track. U bent niet daar vanuit gekomen, maar omdat we weten dat u daarmee bezig bent en dat u ook aandacht aan het onderwerp schenkt, kunnen we niet nalaten om u een vraag in die richting te stellen. Zijn we op de right track, meneer Huisden? Voor wat betreft het indammen van het virus, de verspreiding daarvan, denk ik dat we op de right track zijn. U volgt de cijfers in de pers, ik ook. En daaruit zie je dus dat er een dalende trend is met betrekking tot het aantal besmettingen. En dat is natuurlijk heel goed. Tegelijkertijd worden we internationaal geconfronteerd met verschillende varianten van het virus. Die min of meer besmettelijk zijn. Die min of meer een gevaar vormen voor de gezondheid. En daar moeten we als land toch op onze kievieven zijn. En de nodige voorzorgmaatregelen treffen. Maar ik denk dat ik de bevolking van Suriname, de leiding van het land en iedereen die hiermee te maken heeft gehad, toch wel van deze kant uit mag complimenteren. Omdat het, natuurlijk is het relatief, maar als je kijkt wat er in veel landen gebeurd is, dan mogen we toch wel zeggen dat wij als land en volk, omdat onze inzet om het in te dammen, dat het vrucht heeft afgeworpen. Hartstikke bedankt, meneer Max Huisden. Natuurlijk gaan we ervan uit dat we altijd een beroep op mogen doen wanneer het gaat om zaken u regarderen. Graag gedaan. Ja, alstublieft. Dat was een milieuwetenschapper, de heer Max Huisden, waarover we een beetje hebben gesproken over de zandwolk die Suriname zo'n beetje in haar ban heeft. En meneer Max Huisden heeft uitgelegd dat de situatie niet alarmerend is, omdat dit jaarlijks gebeurt, soms een beetje extreem, zoals in dit geval. Maar het is een jaarlijks fenomeen en dat het zijn voordelen heeft, maar ook zijn nadelen. En van deze plaats uit willen we in het bijzonder de astmapatiënten of patiënten die problemen hebben met hun beademing vragen om hun medicatie dichtbij zich te houden, zodat de gezondheidszorg niet onder druk komt te staan vanwege zo'n systeem of althans fenomeen.